Voorzitter, ik wil de heer Voor de Winter opwijzen dat Koerdistan volgens mij niet bestaat. Ik wil het niet doen, maar het kan wel. Kijk, dit is misschien iets te klein. Daarom heb ik ook ietsje groter. Misschien kunt u zich herkennen, mevrouw Koerdeboet, zeg ik via de voorzitter. Hier staat u op een rally bij de groep waarvan u net met de heer Voor de Wind besprak. De Koerdische beweging, de PYD. Dat die mensenrechten schenden. Voorzitter, we hebben het hier over de aanvallen en de steun aan groeperingen in Syrië. We hebben het hier ook over Afrin, een aanval op Afrin. Voorzitter, we hebben een tijdje geleden dat debat gedaan. Mag ik de heer Kuzu nog een keer vragen of hij de aanval van de Turkse regering op Afrin hier klip en klaar wil veroordelen? De heer Kuzu. Voorzitter, net zoals ik destijds in dat debat heb gedaan, ik blijf daar bij mijn mening. Maar voorzitter, een debat over steun van Nederland aan terroristische organisaties gebruiken. Voorzitter, ik heb geen antwoord gehoord. De handen van de heer Voor de Wind in onschuld te wassen en op een manier te framen, dat werkt gewoon niet. Mensen trappen daar ook niet in. Probeer het nou niet, doe het niet nog een keer. U heeft daar talloze vragen over gesteld. De regering heeft daar een opvatting over. U kent de opvatting van Denk daar ook over. Gebruik dit debat niet om de Turkije-kaart te trekken. Want zo probeert u uw handen in onschuld te wassen. Gaat niet lukken. Waarom neemt u het op voor Erdogan, die zijn hand heeft overspeeld in Koerdistan, in het noorden van Syrië, die een gedeelte van Syrië als een soevereine staat bezet op dit moment? Ik wil de heer Voor de Wind erop wijzen dat Koerdistan volgens mij niet bestaat op de landkaart. Alhoewel de heer Voor de Wind dat natuurlijk heel graag had gezien. Gezien zijn steun aan een organisatie die is gelieerd aan een terroristische organisatie die op de lijst staat van de Europese Unie. Voorzitter, de heer Voor de Wind kan proberen om dit debat, de steun van Nederland aan terroristische organisaties, af te leiden. Zijn proberen af te leiden van het feit dat hij zelf een motie indiende waarin hij het liefst zag dat de YPG en de PIG gesteund werden. Hij kan daarvan proberen af te leiden. Het gaat hem gewoon niet lukken.